Hallo mensen van Geraden, ik ben Tom. Vandaag een nieuwe video op Hoe gaat dat? Vandaag vertel ik jullie wat ik de beste features van Photoshop CC 2015 vind. Adobe is weer bezig geweest en heeft een nieuwe update gemaakt voor Adobe Photoshop CC. En dat is dus CC 2015. En dus vertel ik vandaag wat ik persoonlijk de 5 beste features vind. Dus laten we meteen beginnen. De eerste functie is artboards. Voor mij is dit echt best wel een big deal. Als je Illustrator al kent, dan ken je al artboards. De mensen die het nog niet weten, artboards zijn dus eigenlijk meerdere projecten in één project. Het fijne daaraan is dat je gewoon nog dezelfde layers hebt aan de rechterkant. Dus dat is hartstikke mooi. Maar ik ga jullie laten zien hoe je bijvoorbeeld zo'n artboard aanmaakt. Nou, één optie is door bij Photoshop naar nieuw te gaan en hier dan naar artboard. En hier heb je allemaal presets. En die zijn sowieso al mooi dat ze die erin hebben gegooid. iOS 7, Mac, iPhone, Android, Microsoft. Allemaal devices. Hartstikke mooi. En hier kan je dus al eentje aanmaken. En als je op OK drukt, dan creëer je er al eentje. Maar wat ook fijn is, is dat je gewoon de projecten die je al hebt, daar kan je ook een artboard mee maken. En dat doe je door je muis ingedrukt te houden op de Move tool. En dan krijg je de artboard tool. En wat je dan bijvoorbeeld kan doen, is even uitzoomen. En dan hier zo nog een artboard creëren van een bepaalde grootte. Fuck, is alles goed. En dan zie ik dat hier een witte layer is gecreëerd. Dat is natuurlijk al een beetje jammer. Maar ze staan binnen het artboard. Ik heb nu even geskilled en dit werkt eigenlijk hetzelfde als Illustrator. Alles wat buiten het artboard valt, dat gaat zeg maar gewoon door totdat je het opslaat. En dan slaat hij dus alleen maar het artboard op. Wat je bijvoorbeeld ook nog met artboard kan doen nu in de nieuwste CC, is het eventjes streamen naar je iPhone. En dat is weer een andere functie. Maar laten we nu doorgaan naar de functie 2. Voor de tweede functie is eigenlijk meerdere layerstijls. Dat is eigenlijk heel gek. Wat je nu kan doen is, als je hier op dubbel klikt en je krijgt gewoon je layerstijls, dan heb je nu plusjes. En zo kan je bijvoorbeeld meerdere strokes toepassen. Dus dan kan je bijvoorbeeld een stroke maken om dit plaatje. En nu zie je al een stroke. En wat je nu dus bijvoorbeeld kan doen is op plus drukken. Krijg je een extra stroke en die kan je dan bijvoorbeeld een andere kleur maken. En die maak je dan nog meer pixels. En dan heb je 2 strokes. En het zijn van die kleine dingetjes waar je toch blij van wordt. Want normaal moet je dit dus klippen of moet je het in een smart object doen. En moet je weer een layerstijl eroverheen gooien. En het is natuurlijk wel fijn dat je gewoon een tweede stroke eroverheen kan gooien. Of een tweede drop shadow. Dat is heel fijn. Nou, de derde functie, zoals ik ook al bij artboard zei, is het device preview. En wat je dus met die preview kan doen, is een artboard sharen. En wat hier zo fijn aan is dat je eventjes kan kijken hoe het nou staat op jouw iPhone. Hoe dat eruit ziet, hoe het aanvoelt. Want vaak werk je op een groot scherm in Photoshop. En dan is het lastig in te schatten hoe groot een icoontje moet of hoe klein een icoontje moet. Dus als je aan het designen bent voor een iPhone, is het ook fijn dat je het even op een iPhone kan bekijken. Je kan een app downloaden in de App Store en dan kan je met wifi kan je verbinden met je computer. Kan je eventjes sharen, kan je eventjes kijken. En de proporties kloppen meteen. En dat heb ik als designer best wel gemist. Maar laten we doorgaan naar de vierde functie. Nou, de vierde functie is glyphs. En dit is ook weer zo'n klein dingetje wat toch eventjes het leven van een designer beter maakt. Of in ieder geval net even die workflow verbetert. En hier zit dat icoontje. Als je dat nog niet hebt, dan kan je naar Window en dan naar Glyphs. En wat je dan eigenlijk ziet, is elke character die in een font zit. En ik vind het persoonlijk heel erg handig. Want soms zit je te kloten met die A en die E en die puntjes bijvoorbeeld. Maar waar het ook fijn voor is, is als je bijvoorbeeld een symboolfont of een iconfont hebt, dus een font met icoontjes erin. Zo heb je bijvoorbeeld Apple Symbol Regular. En dan kan je hier alle letters in dat font zien. Dus wat je dus kan doen is hier op dubbel klikken. Kijk, hier word je toch blij van. En dit is natuurlijk hartstikke handig om te gebruiken voor iconfonts, maar ook gewoon voor normale fonts als je die lastige trema's en die streepjes wil invoegen. En je ziet precies welke letters in een font zitten. Super fijn. Laten we doorgaan naar de volgende functie. En de laatste functie is best wel een grote functie. En
ik moet er denk ik ook eventjes aan wennen. Ik wil toch een tijdje uitproberen. Photoshop heeft speciaal voor de designers een design space gemaakt. En het verandert dus het hele interface van Photoshop naar een design space. Het ziet dus heel erg design uit. De eerste keer dat je erop drukt, dan krijg je waarschijnlijk ook een melding. Dat gaan we nu zien. Het duurt eventjes, want hij moet even laden. En dit design space is heel erg minimalistisch. En het is eigenlijk niet bedoeld voor echt advanced users. Waar je dus heel veel functies gaat gebruiken van Photoshop. Maar meer voor de designer. Dus om dingen te verslepen. Eventjes een vierkantje of een rondje te maken. Voor interfaces is het bijvoorbeeld echt heel fijn. Druk je op continue. Nou, allemaal leuke meldingjes. Nu zie je het design space. En je ziet meteen ook het scrollen. Hebben ze heel erg smooth gemaakt. Alsof ze echt weten wat de designer wil. Smooth scrollen is natuurlijk heel fijn. En je kan hier dus heel simpel een vierkantje aanmaken. Dat werkt gewoon hetzelfde. Maar het interface is net even iets mooier. En voor de workflow is dit heel fijn. Ik weet niet of ik het heel veel ga gebruiken omdat ik zo gewend ben aan Photoshop. Aan het normale interface. En dit is toch wel iets anders. Maar ik ga het wel uitproberen. Ik ga het voor een tijdje uitproberen. Kijken hoeveel ik ermee kan doen. Maar bijvoorbeeld een content awareness tool of een clone stamp tool zit er niet in. Dus voor dat soort Photoshop dingen moet je het niet gebruiken. Nou, wil je nog meer functies zien die ik niet in deze tutorial heb verteld. Maar ook heel erg tof zijn. Klik dan even rechtsbovenin of klik in het linkje in de beschrijving. Dan ga je naar het blog-item van vandaag. Vergeet niet even te abonneren en dan zie ik jullie de volgende keer. Doei!